En Tom, hoeveelste barbecue is het dat je organiseert? Huis uit, hè? We zitten op tv, Tom. Kijk. Huis uit, toch? Nee, de camera staat aan. Ik heb een brandende vraag. Hoeveelste barbecue is het dat je organiseert voor de slotshow? Ja, dat zijn toeristen. Hier is Rome. We hebben ook een baan in Zandwerf, Noord-Holland. In een winkeltje. In een winkeltje. RC Z Mini? Ja. Oké. Mini Z. We hebben nu, ik heb ze nu bij me. Dat zijn twee modelletjes. Struikel niet. Het is een nieuw merk vanuit Thailand. Dit is een Formule 1. Wow. En het mooie aan deze is, dit is de GeForce Formula noemen ze hem. Het mooie aan deze is eigenlijk dat als je hem koopt, is hij volledig geüpgraded. Dus je hoeft niks meer aan gekke dingen te doen. Alleen er zit geen diff bij dan. Ja, een simpele diff. Dit is een upgraded diff met ball bearings. En deze is dan brushless afgewerkt. Ja. Maar eigenlijk alles is zoals je hem ziet. Met een... Het ziet er super. Cool, hè? Vering. Super mooi uit. Heel gaaf. En deze is helemaal goedgekeurd voor de wedstrijden in Amerika en in Indonesië. Binnenkort is er een... Sorry, vriend. Ja, tuurlijk. En deze gaat binnenkort het proberen te bewijzen in de wereldkampioenschappen en in... En in Indonesië dan? Ja, oké. Is dat hot in Indonesië? Indonesië? Ja, ja, Indonesië is best wel... Moeten we... Het is een vriend van me, dat is in Surabaya. Moeten we naar Surabaya? En, die heeft een eigen baan, heeft hij, in een mall. In een hele grote mall. Ja, shopping mall. En die doet ook, maar die doet ook 4x4 en die doet driften en die doet... Maar dezelfde schaal, 1 op 8. Kijk, een Formule 1 is iets groter. Ja, is langer, hè? Ja, die is 115 centimeter zijn die. Millimeter. Ja, sorry. Dan kun je erop zitten. Kijk, en de standaard auto's, die zijn 98. Dit is hetzelfde merk. Ja. En hier geldt eigenlijk weer hetzelfde woord. Dit is een prototype. Ja. Deze heb ik nog nooit gereden ook. Die wordt ook afgewerkt zoals deze is, zeg maar. Dus of met blauw of met andere kleuren. Ziet hij er ook opgebouwd uit. Ja. En dit is ook weer 98 mm inderdaad. Ja. Nou, we hebben van Bosch RC... We hebben dat winkeltje, www.bossarcy.nl. Ja. Hebben we zelf motortjes laten maken. Ja. En ontvangertjes en regelaartjes, want hier staat onze naam ook op. Hier staat onze naam op. Wat? En, even een beetje licht. Licht. Ja, nou eens. Even het licht, even kijken. Wow. En dan hebben we in huis hebben we een jongen die maakt dan die bodies. Ja. Spuit die helemaal netjes. Oh. Ja, en hier kan je dus echt alles op instellen. Dus je kan je camber, je kasten, je kan je droep, hè, dus hoeveel veren invallen. Ja. Achter kan je dat doen, voor kan je dat doen. En dan kan je, die gozer in Thailand heeft dit ontwikkeld. Want je hebt van Mini Z heb je eigenlijk zo'n T-plate. Ja. En hij heeft een soort, ik noem het maar een soort walvisteel heeft hij ontwikkeld. Oh, die veert helemaal en die, hier. Die veert dus op deze manier. Oh, ja. En dan heb je zeg maar bij het modelletje komen 4 van die T-platen. En dan eentje is dicht en dit is dan de zachtste. Dus heb je het meeste grip achter en dus zo kan je instellen gaan, qua wat voor baan. Ja, lange enden, veel bochten. Nou ja, stel het wordt hier heel warm, dan ga je dus een wat hardere band gebruiken. Ja. En dan wordt het hier wat kouder, dan ga je steeds zachtere band proberen te maken. Ja. Om zoveel mogelijk grip te krijgen, want je doel is eigenlijk zo hard mogelijk die bocht doorgaan zonder dat die om te zonder om te kukelen. Ja, dat is eigenlijk het... Dat waren we bij de vorige keer ook achter dat ze met de band aan de buitenkant gewoon met lijm gladder maken. Ja, nou, je gaat op je kant, hij kukelt gewoon. Hij gript.
Kijk, dus wat je doet een heel klein laagje lijm doe je eromheen inderdaad. Ja, ja, ja. Dan wordt die wang die wordt hard. Ja. En omdat die wang hard wordt, zeg maar, gaat niet dit deel van de band, want als dat in de baan gript, ja, dan krijg je een griprol, noemen ze dat, zeg maar. Ja, ja. Kijk, ja. En dit zijn die, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dit zijn die lipootjes die erin zitten. Ja. Dat is één cel. Dat zijn 2C. 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 Dus, 350 mA, 2S. Ja, 2S, dat is 7,4 volt. Hè. En 3,7 per. Jezus, is dit 350? Ja. Wat klein. Ja, ja, leuk, ja. Hè? Dat kan gewoon zo'n vormfactor. En deze lipo's worden specifiek voor die Voor die auto's. Dit is een bedrijf in Italië, die laat ze dan in opdracht in China maken. En dan zet dan zijn naam erop. Ja. Maar dit zijn die batterijtjes. En hier zit een klein transpondertje. Want je kan er zo een boog overheen gooien. Ja, dan rij je onderdoor en wordt die infrarood. Dan ga je zo snel mogelijk proberen. Ja, want je rijdt eigenlijk ook, je probeert ook je rondetijd te verbeteren. Dat is een beetje het idee, maar het leukste is als je een momentje hebt met elkaar. Weet je, als je zo'n Schumacher, zo'n Benetton momentje hebt. Dat je naast elkaar zit en dat je eigenlijk zo, dat je denkt, ik ga die bocht pakken of jij gaat die bocht pakken. Want dat hele snelle en zo, weet je, we kunnen allemaal hele snelle auto kopen, maar we worden nooit zo goed als Verstappen. Dus dat, nee, je moet reflexen. Zulke dingen moet je een beetje laten varen. Ja, je moet enorm top, man. Maar het gaat gewoon om de lol. En net zoals bij Ronnie Hero is het natuurlijk gewoon goede fun. Ik wel even rijden zo. Je hebt een zaak dus in Noord-Holland. Ja, op Zandwerf 12 hebben we de Bos RC Farm. En daar rijden we ook met die autootjes. Dus, waar is dat? Bij Zandwerven, dat is bij Spanbroek, op Dam. Spanbroek, Zandwerven? 12. 12. Kijk, en deze heeft Andy dan weer. Dat is een ander merk, dat is Atomic. Heel andere opbouw, hè? Wow! Ja, heel andere opbouw. Op dit moment hot topic. Vooral omdat ze zijn naar de simpliciteit van de voorkant weer gegaan. Waardoor het allemaal makkelijker in te stellen is allemaal. Ja. Dat het voor de mensen die minder gifted zijn om zulke dingen op te zetten. Ja. Ook makkelijk op te zetten is. Ja. En dit is gewoon een ander merk. Even wat handiger, gewoon eventjes je uitspoor of toespoor kunt veranderen. Ja. Dat je even wat simpele, je vering. Over het algemeen deze heeft dat hetzelfde. Alleen deze heeft een gimbal. Zie je? Dus hier zit een pennetje in. Ja. Waardoor hij kan rollen. Oh, hij kantelt. Ja. Hij dus kantelt in het centrum. Anders ja, dat heeft hij niet. Ja. En hier doe je dus wat die walvissteel doet, zeg maar. Ja. Dat doe je hier dus met deze veertjes. En hieronder zitten nog veertjes. Waardoor je kan bepalen van hoe zwaar hij al dan niet die bocht ingaat. Dat torderen. En we zijn nu enige dealer Europa van GeForce. Deze is nu in de pre-order. Dit is echt een prototype. Heb ook nog niet gereden. Nee, dat zei je net. Deze is duidelijk al rondgerost. Maar Andy heeft hem al misbruikt. Ja. Heb je al bestellingen voor die? Ja, we hebben al een aantal verkocht. Maar zoals met eigenlijk alle RZ, mensen moeten eigenlijk even alles zien, voelen. Hij staat ook gewoon bij de farm om te proberen. Kijk met je vingers, hè. En kinderen allemaal niet aankomen. Ja, wel aankomen. Vastpakken, eraan trekken, kijken of het breekt. Zitten dus in een das van een boerderij. En we hebben dan daar een winkeltje, een shopje. Ja, we hebben de baan. Baantje. Ja, dat zijn die autootjes dan inderdaad. Ja. Met rondetellers en gewoon super, super leuk. Mooi, man. Dit is de harde school van het leven. Ja. muur. Nou, geld kwijt. Geld kwijt. Nou, dat valt wel mee. Maar, maar het is zo persoonlijk wat je fijn vindt rijden. Hoe snel je rijdt. Ja. Ik heb zelf denk ik 60 rijdende chassis. En elk chassis rijdt anders. Ja. Dus op het moment dat je in dit chassis. Wat voor baan? Als je hier over 3 weken tijd is op, dan rij je hier heel snel mee. Maar als je weer eentje pakt van de wal af. Ja, dan moet je helemaal. Dan kan je gewoon weer. Hij gaat wel links en rechts. Dan maar begint het weer. Verder niet. Ja, dat dus. Een soort van. Ja, serieus, hè? Wij rijden dus gewoon hot van hot naar her. En dan kom je hier aan, dan staan er 5 man in een van de tentje met elkaar te kluffen. En loopt naar binnen. En je staat hier. Ja, leuk, hè? Ja.
Nou, hij stuurde vorige, hij was hier wel eens geweest. En hij stuurde vorige, ik stuurde niet een filmpje. Bos, waar ik nou ben, het lijkt wel heaven, zegt hij tegen me. Ja, dus ik zie dat te kijken. Dat was hier. Ja, dat is toch één grote man. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit ziet er zo dat is zo leuk. Ja, het is anders. Iedereen heeft een PCR-track. Weet je, dat is zo standaard. Maar dat rijdt ook heel anders. Maar dit is gewoon echt skill rijden. Maar gewoon, wat voor takken we ook tegenkomen. Wij proberen, weet je, we laten het zien. Dat is er. Maar het belangrijkste is, de know-how is er. Ja. Dus je gaat niet op je bek met een of andere zinloze aanschaf. Ik doe het al vanaf 2009, dus het is echt... Weet je, desnoods, weet je, als ik hier wil gaan rijden, dan zeg je, ja, ik heb hier een karretje, dat is een tweedehandsie. Probeer maar even. Ik heb 8 cc's heb ik liggen, zeg maar, waar je gewoon, dan kan je even proberen. Ja. Ja, en die F1 die staat ook gewoon om te proberen in principe zo direct, want die is daarvoor. Want mensen moeten wel even voelen en ruiken en je koopt ook niet een bak zonder erin gereden. En dat kan, hier staat gelijk met een stelletje gelijkgestemde hier. Wil je kijken? Vanzelf toch, wacht een koffie. We kunnen allemaal geen Porsche kopen, maar we hebben hem wel in mini. Ja, precies. Ja, maar dat is het gewoon. Ja. Mannen zijn kleine kinderen, het speelgoed wordt wel duurder. Ja, maar ja, dat is het. Maar als je erover nadenkt, want hij heeft dan dat zendertje in zijn handen, die middelste jongen. Huh? En hun ook, zeg maar, dat standaard zendertje. Ja. Dan koop je een Kyosha ready set, nou, dan koop je een kapje op gevoel. Hè. Dus de een vindt een die Audi mooi, de ander vindt een McLaren mooi. Dat zendertje is een Futaba. Nee, die zenders, dat zijn ook Kyosha, maar die horen bij. Je moet het zo zien dat in deze wereld, in de RC-wereld, is het eigenlijk ten alle tijden zo dat dingen gerebrand worden die ze kunnen gebruiken. Ja, weet ik. Volgens mij zijn het Fly Skies. Ja, het is gewoon dezelfde zender gebleven. Want het komt eigenlijk uiteindelijk allemaal uit China. Één fabriek. Ja, dat is waar. Mini Z heeft echt een verschuiving gemaakt. Want Mini Z is echt van iets wat in de winter in de hockey gedaan werd, zeg maar. Ja. Naar volwassen auto's gegaan. Want zoals ik liet je natuurlijk net die F1 zien en die andere GeForce en die Atomic. En daar kan je echt alles mee. Ja. En dat er eigenlijk bijna hetzelfde als 1 op 10, 1 op 8, 1 op 5 auto. Ja. Ik heb ook 1 op 8 en 1 op 5. Ja. Maar met die Mini Z, dat wordt heel erg onderschat. Want het is eigenlijk moeilijk te rijden. Want je moet veel. Je zit echt net een slotbaan, bij wijze van spreken. Zo breed is het. Breed is het niet. Ja. Weet je wel. Ja, je moet het reactie van mouw hebben van een eekhoorn. Anders dan kan je het niet. Dat moet je echt ontwikkelen. Ja, en het mooie is, als je wel een keer wat stuk gooit, weet je, dan is het misschien mij zo hoog de tientje kwijt zijn. Ja. En als ik met 1 of 5 als ik ergens het hek in duik, dan ben ik 300 verder. Maar bij auto's. Je op 7. Ja. 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 Zet je bandjes. En dan zet je bandjes bij 100 euro kwijt. Ja. Ja. Van die arma's of zo. Hier 15 euro of 10 euro en heb je. Beuk je een stoeprand in, dan... Auw. En met dit gaat het allemaal even wat gemoeilijker. Ja, ik ga even een rondje rijden, Ralf. Nee, ik wil even rijden. Die. Die. Met die. Ik wil een rondje rijden. Ik wil een rondje rijden. Ik ga gewoon tegen de rijrichting in. Dat maakt het allemaal veel spannender. Ik ben die zilveren McLaren. Die. Oh, sorry. Oh, deze is ook zo heftig op het stuur. Moet je even wennen. Hoi! Hoi! Achteruit. Vol gas. Ja, het gewicht gewoon heel laag zetten. Ja, is goed. Maar op, gewoon door. Ik ben af en toe even kwijt. Dat is net even... Oh. Kijk, ik heb hem. Oh. Even kijken, ik sta ergens onder het viaduct. Oh, dankjewel. Dat zie ik hem gewoon niet. Oh, daar is hij. Je bent hem gewoon even kwijt. Je kan hem geen seconde uit het oog verliezen. Ja, maar ik ben hem gewoon kwijt. En dan moet je hier het gas erop, maar je ziet hem even niet. Die was al heel kraai. Niks mis met die nou. Nou, kom op. Oh!
Wacht even voor. Achteruit. Hij is dood. Oh, hij doet het weer. Sorry, ik zal je even rechtop zetten. Ja, alsjeblieft. Je ruikt in de buik van mijn broer. Ik ben hem helemaal kwijt nu. Ja, je zit er niet, hè? Nou, ik zie niet Audaro. Ja. Hij staat, oké, okay, dankjewel. Ja, het is, je hebt natuurlijk hoogteverschil en er zitten ook bruggetjes in. Op een kiesje of zo moet je staan hier? Nou ja, daar. Je moet boven gaan staan. Operatie barbecue. Barbecue. En daarna gewoon even een fles spieren dus overheen gooit filmen wij dat. In ieder geval een leuk YouTube filmpje. Hey, heb je de stroom betaald? Nee, want... Je moet de knop ingedrukt houden. Dat knettert al meteen, dat doet het wel. Ja, kijk. Profi. Beetje lucht erin. Beetje zuurstofjes erbij. Twee hobby's, dat is slotrace en barbecue. Als je dat kunt combineren in Nederland, dat is waanzinnig, hè? In Nederland kan barbecuen. Hij zegt op Facebook, ja, ik doe barbecue voor de vrienden. En ik stuur hem een app, ik zeg Tom, en voor de echte vrienden geldt dat ook. Oh, zeker. Ik was hier helemaal. Kom toch? Ik zeg ja, ik zal vragen aan Ilse even overleggen. Ilse, ja, gaan we zeker even langs bij Tom. Tuurlijk. Goed. Ja. Dan belt hij me op. Dan zegt hij, Geert, ik sta in de winkel. Je kwam toch ook langs? Ik zeg ja. Op de barbecue? Ik zeg ja. Ja, wat wil je hebben? Briketten of houtskool op de bank? Nou, dat gaat helemaal goed, Ralf. Het knettert als een man. Dat kent alles lam af nu. Ja. Meester. Geduld er niet te veel aankomen. Ik stond net een tijdje te sturen. En na een minuut of 10 dan... Had je concentratie gespeeld hier naar beneden? Nou, nee. Maar toen kreeg ik een beetje het autootje eigenlijk pas door. Qua hoeveelheid sturen en hoeveelheid gas en die baan. Die bocht heb ik moeite mee. Om een van de reden. Die voor die linker, die knikkie, ga ik de muur in. En de rest liep een paar moment wel. Ja, niet je niet ziet, te veel als sturen. Begin, als je een beetje te verdiekeld op gaat, dan denk je een beetje rechts. Toch, een beetje links. Je begint zo en het eind. Ja, ik overstuurde de hele tijd door. Tot ik denk, ik moet minder sturen. En dan kan je vol gas zo'n bochtje door. Dit zijn allemaal, waar we nu mee rijden, is nog steeds allemaal baby mode. Dit is stok, zeg maar. Uit de doos. Baby mode, wat is dat? Of trainingsmode noemen ze het, maar ik noem het dan baby mode. Dit gaat niet zo hard. Je hebt twee snelheden. En hij staat dus nu eigenlijk op de langzame snelheid, zodat je iets minder snel heel hard ergens tegenaan kan komen. Ja. Maar deze kan dus wel harder. Deze kan veel harder. En dat, net zagen we iets, maar dan zet je de zender uit, dan doe je gas helemaal in, dan zet je een schakelaar om. Je doet je zender eerst uit. Uit. Dan geef je gas. Vol gas. En dan zet je hem weer aan. En dan moet je hem 3, 4, 5 seconden houden. En dan gaat hij constant branden. En nou is hij, nu loopt hij harder. Heel hard. Is dat alleen het gas of ook het stuur? Wat... Nee, het stuur blijft hetzelfde. Oh, dat gaat wel heel harder, ja. Oh! Robin, we hebben hem net gedraaid. Oh, nee, zo zou ik... Maar omdat hij harder gaat, wordt natuurlijk die kleine stuurfout gemaakt. Ja, wordt het 10 keer zo erg. Wordt ook 10 keer zo erg. Ik zou hier niet mee kunnen rijden. Oh, ook daarvoor geldt weer even 10 minuutjes oefenen.
Maar met mijn vorige bandje, want ook zelfs daarin, je hebt zachte bandjes, je hebt slicks, je hebt, nou, als je geen eens gas gaf, dan was het gewoon boem, 360. Spint hij in de rondte. Dus je hebt niet eens meer... Ik heb vanochtend even gauw andere bandjes gehaald. Ja, dat wil ik morgen niet hebben. Deze zijn wat plakkeriger, zeg maar. Ja. En meer grip. Wat voor model is dit, een Mercedes? Leuke kleurtjes. Leuke kleurtjes. Ja, ik helemaal niet van boeit ook helemaal niet. Dat denk ik ook. Nu staat hij op heel snel, net zo'n te lang. Kan je daar tussenin ook proportioneel bepalen? Of is het... Dit is proportioneel wat je doet. Het is niet vol gas of half gas. Je kan nu ook heel langzaam rijden. Nou, dat snap ik. Maar je hebt nu de stand heel snel ingesteld. Maar kan je dat ook halverwege nog doen? Nee. Oh, het is of vol. Of vol. Oké. Okay. Verder is het natuurlijk de proportioneel bestuurbaar. Ja. Ja. En voor nu vind ik het gewoon eerlijker, omdat iedereen dit nog aan doen is. Ja, snap ik, ja. Dus je zit hem nu even... 12, wat was het? 3 uur dat ik hier wegging? 3 uur? Ja, er kwam ook iemand op visite waar we 2-3 uur mee hebben zitten kletsen. Ja, dan wordt het wat later wat je naar huis gaat. Wat gezellig. En dan eigenlijk het voordeel is als je nou een kleine correctie doet, omdat je langzaam rijdt, ja. Is een kleine correctie. Kleiner, veel meer doseerbaar. Ja. En wat je ook nog in kan stellen is hoeveel je stuur uitslaat. Je hebt een knopje op en dan kun je... Ja. Dus... Bril. Als ik nou volledig stuur uitdraai. Ja. En als het goed is, staat hier of hier steering trim. Ja, dat is... Als je daar nou aandraait... Dan wordt de uitslag... Drie handen hebben. Te vasthouden. Oh, trottel. Oh, ja. Stuuruitslag. Als je naar rechts draait, maakt hij een grotere uitslag. Duidelijk. En dus, ja, wil je zo'n bochtje draaien? Nou, die bocht hebben we hier niet. Dus ik wil niet zoveel... Nee, je zet hem een beetje tam. En dat ook weer, als je nu een klein beetje bijstuurt, dan is dat een klein beetje van een klein beetje. Ja. En daarmee dus... Het gaat wel erg liefdevol allemaal, ja, hè? Heel liefdevol. Heerlijk. Kusje hier, klapje daar, die hele kist ligt scheef erop. Zie je dat? Hij staat, je body is aan de rechterkant. Ja, ik pak hem even. Dat is ietselijk, ietsjes. En dat is gewoon klik. Ja, een body, je trekt hem uit. Ja. En dan heb je zo je body. Ik heb er nu verlichting in, dus daarop zitten nog wat touwtjes. Ja. Je steekt dat daaronder, je trekt hem open, hij klikt eroverheen. Hij klikt eroverheen en dan zit hij vast. Ja, en klaar. Ja. Als je dus een ander kapje wil, dan brand je eigenlijk alleen het voorste stukje. Want misschien heeft hij een wat langere neus of een wat korter. Alright. Dus bij iedere body zit een specifiek hoekje. Ja. En dan de wielafstand, asafstand is hetzelfde. En sommige bodies zijn weer wat breder. Dan maken ze hier de binnenkant van het velgje ook weer wat breder, waardoor het bandje eigenlijk naar buiten staat. Ja. Je hebt een profiel, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Ja, bij mijn andere bandjes heb ik geen profiel. Dat is een slikje. Maar dat glijdt hier wat meer. Toch wel. Dit profiel op deze ondergrond. Ja. Maar jij noemt het verslavend. Ja, absoluut. Hoe lang duurt het dan? Nou, dit doe nog maar heel kort. Hey, jongen! Radiostatisch vliegen doet wel heel lang al. Ja. Maar Tom zei dit en ik had ooit 20 jaar geleden zo'n autootje gekocht. Maar dan rij je 3 rondjes om je huis heen. Van, dan rij je 3 rondjes om je tafel. Nou, je maakt een keer een achtje. Dat was het. Ja. En nu... Nee, dit is leuk. Met elkaar. Club mensen, leuke baan, decor, hè? Pits Lane en boompies en oude hoeren, barbecue buiten. Ja. Dat is een essentieel deel. Van ja, het oude hele met elkaar. Dus tuurlijk, gewoon slap lullen. En een beetje klooien. Ja, nou, dit ligt hier dan dit jaar voor de eerst. En normaal rijden we op deze baan. Op de slotbaan. En ja, dan is het ook wel een geslepen chip. Ja, je moet een beetje zo veren en een beetje zo veren. En dat doe ik nou 3 maanden hier. Ja. Ja, want hier komt sturen bij, hè. Ja, hier komt... Dit is alleen gas. Ja. En hier komt sturen bij. En wat doe je verder zelf in het dagelijks leven? Ik ben gestopt met werken. Ik had een eigen zaak. Die heb ik verkocht van mijn personeelslid. En dat betekent dat ik vervroeg mijn pensioen heb. Lekker.
Maar wat was dat voor zo'n? Een zeewater aquarium speciaalzaak. En hoe? Zeewater aquarium. Zeewater aquarium. Speciaalzaak. Oh, oké. Okay. Dus als je de film Finding Nemo kent, nou, ja? Wat je daarin vindt, dat vonden mij niet. Oké, okay. Al die visjes, clowns, visjes, koraal. Ja. Oh. Het is wel heel wat anders dan dit. Ja, ja. Maar goed. De meeste barbecuer heeft ja. Inmiddels al veel op zijn plaatje liggen. Zou het treurig dat er iemand uit België wordt ingeschakeld? Ja, gek hè. Of meer voor het eten. Ja, jullie zijn iets meer van de Bourgondische. Ja, ja, wel hè. Ja, ja, dat is echt waar. Ja, gaan we een worstje eten. Ja. Ja, dan mag ik. Ja, dan moet echt dat is al worden. Klaar. Dit is nog niet klaar. En dit is helemaal nog niet klaar. Het is nog wel vroeger. Ja, die worden ja, helemaal ja, okay. Door. Ja, die ben ik helemaal mis. Ja, ga je binnen, hè? Geen probleem. Ja. Ik vind het fijn dat je zo vol verrassingen zit. Maar dat is, die garnaal is één vis voor je gekocht hebt, hè? Ze zijn wel gepeld. Eén vis, hè? Nee. Kijk. Ze zijn gepeld. Dat is één blok nog, hè? Ja, maar ik ben ze vergeten uit de vieze te halen. Ja. Dan geef je gewoon het zo aan mij, van. Ja, ik dacht, als je nou hier zo op... Je moet het hier naar weg. Hij gaat hier, je moet ze echt ontgooien. Vis, vis. Ik zou ze gewoon even in een emmer lauw water gooien. Mag je het erom zo niet doen? Nee. Lauw water. Niet heet, maar handwarm. Ja, één zak is kwartiertje en dan zijn ze ontdooid. Maar als je ze zo opgooit, verbranden ze en de binnenkant is ja. Die dingen moeten maar heel kort. Dan wordt dat chiclet. Ja, lekker warm water. Ja. Oh, een vislauw, zeg maar. Ja. Hier is een lekker. Dit is een hè? Ja. Ah, lekker hoor.